Uh, ik zeg altijd, hè, ik zie het ondernemerschap altijd als een groot schaakspel. Ja, je moet altijd goed weten hoe je het schaakspel moet spelen, maar dus ook met welke mensen je moet spelen om uh, uiteindelijk te komen waar je wil komen. Die hulp die bieden wij, uh, dat is eigenlijk echt uh, de bedrijfskundige processen. Uh, die kennis hebben we ook echt in huis. Uh, dat doen we ook conform met de methode van Fern Harnisch, Kelingen. Het is een heel dik boek, maar als wij het boek geven aan de ondernemers en ze hebben het gelezen, het is het eigenlijk heel makkelijk. Om te zeggen, waarom doe je het dan niet? De, 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 de vastgoedmarkt is natuurlijk een markt die altijd in beweging is. Nu zeker. Hè? En uiteindelijk zijn er altijd redenen om iets niet te doen. Sectoren zijn niet zo belangrijk. En de onderneming is essentieel. En je ziet ook, de ondernemingen die goed gaan, ja, dan speelt de onderneming echt een hele belangrijke rol. Welkom bij de podcastserie van Societeit Vastgoed. Mijn naam is Ron van Blois en ik ben business partner van Societeit Vastgoed. En tevens voorzitter van onze internationale tak. Wij verkennen eigenlijk in onze podcast nieuwe markten met onze leden, waarbij we ook kijken naar diversificatiestrategieën. En spreken we ondernemers waar we wat van kunnen leren. En met name inspiratie is graag waar we ons door laten pakken. Vandaag ga ik in gesprek met Bas Gregor en Wim Eilander van Greyhammer Company. Heren uh, verantwoordelijk voor Greyhammer Real Estate en Greyhammer Invest. Welkom heren. Dankjewel. Welkom. Dankjewel. Ja, wat ik, uh, waar ik eigenlijk eens mee wil beginnen is namelijk uh, jullie voeren een driekoppige one-liner waarbij ik lees ambitie, trots en plezier. Ja, Bas, kun je mij eens meenemen waarom dat eigenlijk drie kernwaarden zijn van jullie onderneming? Ja, kijk, zonder ambitie kom je nergens. Dus uh, we willen ambitie uitstralen. Uh, in, in, uh, nou ja, ik met de vastgoedpet op. Uh, door te laten zien wat we doen en wat we kunnen. En wat we mooi vinden. Uh, trots. Nou ja, we willen natuurlijk uh, trots zijn op de dingen die we doen. Uh, en kwaliteit. Uh, ja, De dingen die we doen, willen we natuurlijk goed doen. En anders niet. En anders niet. Kijk, mooi. Jullie zijn al, uh, al heel wat jaartjes aangesloten bij Seusted Vastgoed. En wat ik al uh, aangaf in mijn uh, kick-off, uh, zoeken we naar inspiratie. Uh, en zien wij ook in toenemende mate dat onze leden uh, zoeken naar diversificatiepotentieel. Heel veel partijen die naar andere landen gaan om in te diversificeren. Uh, maar jullie uh, worden eigenlijk gekenmerkt door een real estate-tak en een investment-tak. Even als een, een korte aftrap van waar deze combinatie. Um, nou ja, de naam Haber zegt eigenlijk al wat uh, over die diversificatie. Misschien nog één stapje terug, hè, want de mensen die ons kennen, kennen ons misschien nog uit de tijd van Cityside, Cityside Apartments. En daarin hadden we juist de focus om van bestaand vastgoed, uh, veel leeszaand vastgoed, woningen te maken. Dus we wilden juist als focus wonen. Uh, na de verkoop van, die, uh, uh, van dat bedrijf. Bijna vier jaar terug uh, zijn wij gestart met het bedrijf Graham Company. En G, dat ben ik, Gishoor. En Hamer is Klinkheimer. En ik heb zeg maar, uh, uh, wat je net al in de introductie zei, uh, daarom zit Wim er nu bij. Ik heb de vastgoedpet op. En uh, Rick en Wim hebben de investmentpet op. En nou ja, ik heb wat vastgoed moet. Zodoende dat ik doorgegaan ben op het gebied van vastgoed. En uh, Rick vindt het ondernemerschap mooi. En Wim ook. Maar daar zal hij zo meer over vertellen. Uh, door uh, daarmee ook het geld wat we verdiend hebben met de verkoop van Cityside deels te investeren in vastgoed en deels te investeren in, uh, in bedrijven. En is dat ook vanuit een optiek dat uiteindelijk als je kijkt naar risicomanagement en uh, continuïteit, dat die combinatie van direct actief zijn met vastgoed en ook daadwerkelijk in beleggingsstrategieën. Dat dat eigenlijk een mooie mix is? Of, uh, of zit dat er strategisch uh, indirect achter? Nou, die mix is leuk. Um, maar wat natuurlijk het belangrijkste is, uh, het woord uh, leuk. Uh, je moet dingen doen wat je leuk vindt. En ik denk dat de mix zoals we nu bedacht hebben, door uh, deels vastgoed, deels invest, uh, dat die mix goed is. Ja. Uh, ik wil toch ook eens even beginnen bij jou, Bas, uh, met name de de real estate tak. En dan gaan wij straks weer in gesprek uh, over jullie investment tak. Um, het is heel duidelijk. Hè? Jullie staan voor bestaand commercieel en residentieel vastgoed... betekenisvol maken. Met name dat woord betekenisvol. Wat verstaan jullie daaronder? Ja, het is, het is jammer dat jij nu niet bij ons op kantoor zit... zodat je kan zien zeg maar, vanuit welk uh, pand wij zeg maar, uh, nou, deze podcast opnemen. Um, kijk, het woord betekenisvol is natuurlijk heel veelomvattend. Uh, en wat we eigenlijk vinden is dat... Uh, daar komt ook weer het woordje trots. Uh, kijk, als je... Uh, ontwikkelingen van vastgoed goed doet, um, ja, uh, gaat vastgoed een aantal generaties mee. Hè? Dus uh, zorgen wij dus ook zeg maar, voor een stukje legacy zeg maar, naar de toekomst. Uh, dus de dingen die wij doen, willen wij gewoon goed doen. Um, en zo doen we betekenisvol. Hè? Dus wij willen gewoon iets, iets bijdragen. Hè? En de ene keer kan het zijn aan een heel oud pand dat wij weer een nieuw leven hebben gegeven. Of een nieuwe ontwikkeling waarvan wij uh, s'avonds last kunnen rijden. We zeggen van, nou, daar, daar zijn wij trots op. Hè? Betekenisvol. Ja, en, en, en impliceert dat ook dat dat per definitie uh, toch ook wat complexere vraagstukken zijn in de zin van uh, herontwikkeling van bestaand vastgoed? Hè? Daar heb je toch vaak ook al wat lange termijn geloof en ook veel expertise bij nodig. Heb ik dat uh, uh, juist begrepen? Ja, ik weet, wij zijn juist een partij die veel binnen Stelening doet, hè? dus veel met bestaand vastgoed. Hè? En uiteindelijk uh, zie je dat hè, als je vanaf scratch je vaart gaat ontwikkelen, ja, is het relatief makkelijk. En om een casus uit te rekenen, hè, maar je begint met een stuk grond en dan ga je bouwen, en uiteindelijk, ja, een beetje op basis van de bouwkosten waar je over uitkomt. Ja, het nadeel is met bestaand vastgoed, is dat uh, je komt altijd verrassingen tegenkomt. Dus je, je, je calculeert iets in, alleen als je eenmaal begint met de ontmanteling van zo'n gebouw en je begint weer met de start, is dat je altijd weer tegen bepaalde dingen aanloopt die ja, je feiten niet had kunnen checken tijdens je doet dinnetjes of op basis van je fysieke uh, waarneming. Mm. Maar dat maakt het spel ook wel weer leuk. Hè? Dus er zijn altijd wel weer. Dingen waar je tegenaan loopt die je van tevoren niet had verwacht. Ja, en uh, ik doet me ook uh, herinneren aan de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, Bas. Uh, eigenlijk over een, een kennissessie waar ook het thema duurzaamheid en ESG uh, centraal stond. Kijk, dat is natuurlijk een beetje een modewoord begonnen. Maar mag ik wel stellen dat dat ook echt wel in jouw DNA zit? Jazeker. Kijk, wat, wat natuurlijk is, is dat hè, als je tegenwoordig hebt over duurzaamheid. dan hebben ze het altijd over een bepaald eh, product. Uh, nou ja, en, 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 Uiteindelijk, wij zijn met onze ons bedrijf begonnen... Hè, om zeg maar, met leegstaand vastgoed... om daar weer een functie aan te geven. Nou, dat is natuurlijk, vinden wij een enorme vorm van uh, duurzaamheid. En wat we daarnaast hebben gedaan... is, zeg maar, hè, wat wij deden uh, de volledige transformatie... Hè, de herbestemming van die gebouwen... Dat doen wij onder eigen regie. Nou, is dat we ook zeg maar, naar onze leveranciers gekeken hebben... om zeg maar, vanuit het postcodegebied waar we actief zijn... ook daar zeg maar, de leveranciers van te halen. Dus juist om op, zeg maar, lokaal... Zij zijn bepaalde verbinden te creëren. En uh, nou ja, dat hebben we niet, uh, niet onverdienstelijk gedaan. Ja, inspirerend. Nou, het lijkt me mooi om ook straks nog even wat dieper in te gaan op die vastgoedtak. Maar laten we ook uh, Wim eens even uh, introduceren uh, vanuit jouw uh, investmenttak. Of investtak, zoals jullie het noemen. Uh, ja, waarbij het volgens mij heel duidelijk is. En, uh, qua doel, hè, jullie zeggen wij ondersteunen ambitieuze ondernemingen op hun groeipad. En dat is een, uh, een vol mond. Uh, maar waar komt dat in de praktijk op neer, uh, Wim? Kun je ons daar eens in meenemen? Ja, in de praktijk is het uh, eigenlijk zo dat uh, bedrijven of ondernemingen die lopen ergens tegenaan. Hè? Uh, elk bedrijf gaat verschillende groeifases door en op een gegeven moment gaat ergens knellen. Vaak zie je dat bij 1 tot 3 man personeel, 10, 12, uh, boven de 20, boven de 100, nou ja, ergens knelt het. En dan merkt de ondernemer, ik heb behoefte uh, aan uh, kapitaal, uh, dat is vaak, maar ook aan hulp. En uh, die hulp die bieden wij, uh, dat is eigenlijk echt uh, de bedrijfseconomische uh, bedrijfskundige processen. Uh, die kennis hebben we ook echt in huis. Uh, dat doen we conform de methode van Feur en scaling up. Dus, en eigenlijk is dat heel eenvoudig. Hè? Het, het is een heel dik boek, maar als wij het boek geven aan de ondernemers en ze hebben het gelezen, is dat eigenlijk heel makkelijk. Dan bevolken wij ze, waarom doe je het dan niet? Mm -hmm. uh, dus dat is best wel interessant. Uh, op die aspecten uh, uit dat boek, daar kunnen wij de mensen goed helpen. Dus daar uh, hebben de mensen voor binnen zitten. Dat doen we met zes personen. En wat dan heel leuk is, want dat kun je dan met geld doen. Maar wat we hebben gedaan is uh, fondsen oprichten. Waarbij we ondernemers hebben aangesloten die ook hun kennis en competentie kunnen inzetten om die ambitieuze ondernemingen te helpen. Dus intern doen we het bereidskundig. en extern ook met de kennis en kunde van onze investeerders. Ja, boeiend. En in die scaling-up kant, uh, korte versie, waarom is het nou zo moeilijk om inderdaad zo'n onderneming groter te laten groeien als je al een bepaalde EBITDA hebt? En ik, en jullie werken het liefst ook met al partijen met een, een mate van track record, maar waarom is het dan toch een drempel om zo'n onderneming te laten groeien? Nou, je ziet heel vaak dat ondernemers die starten iets hè, vanuit passie. Dus hij uh, heeft een bepaalde dienst of product, dat spreekt me heel erg aan. En eigenlijk gaat hij groeien zonder dat hij eigenlijk goed zijn strategie heeft geformuleerd, uh, de juiste mensen aan boord heeft. En ergens uh, loopt hij daardoor vast. Ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik, keer, uh, toen ik het Financieel Adviesbureau had. Op een gegeven moment met tien mensen. Uh, dan, dan ben je operationeel zo druk bezig, dat je eigenlijk uit uh, zou eventjes uit het bedrijf moeten om weer naar het bedrijf te kijken. Ja, en daar helpen die ondernemer mee. Dus eigenlijk zie je dat het een natuurlijk verloop is. En dat is niet goed of fout. Uh, een ondernemer heeft misschien wel de competenties om zijn product of dienst heel goed te kunnen uh, doen. Alleen misschien niet om de boel te managen. Uh, je ziet ook dat uh, ander personeel uh, aangenomen moet worden. Uh, dus je kan je niet altijd meer uh, vasthouden aan de ja, beginprincipes uh, die je had toen je de onderneming startte. Maar misschien moet je nu wel andere uh, deskundigere personeel aannemen. Moet je beter betalen? Uh, moet je ze anders motiveren, inspireren? Nou ja, kijk, op die aspecten kunnen wij echt een rol spelen. Uh, en vaak zie je dat het in het begin heel erg sparren en coachen is uh, van de ondernemer, voordat je weer met de strategie aan de gang krijgt. Ja. En uh, je zit natuurlijk naast een, een enorme vastgoedgoeroe. Uh, maar betekent het dan ook dat je uitsluitend met vastgoedondernemingen bezig bent? Of, of pak je feitelijk een brede scope aan bedrijven uh, waar, uh, qua segmentering? Uh, Bedoeld. Ja, dat is eigenlijk wel uniek. De meeste zie je dat die sector georiënteerd zijn, de meeste private equity funds. Uh, wij kijken niet naar sectoren, we zeggen altijd wel, je we moet begrijpen wat we doen. Uh, en wat bij ons heel belangrijk is, is een gepassioneerde ondernemer. Uh, want wij nemen ook vaak een minderheidsaandeel, dat is ook anders. Vaak zie je met de private equity 51% of meer wil hebben. Wij willen juist minder uh, per hebben. En dat komt omdat wij het heel belangrijk vinden dat de ondernemer de onderneming blijft drijven. Uh, en wij zitten zeg maar uh, op de bijrijderstoel. Dus we coachen, begeleiden, maar nemen het stuur niet over. Uh, dus dat is heel belangrijk. We hebben ook geen exit strategie. Dat is ook wel echt anders dan andere private equity uh, funds. Dus sectoren zijn niet zo belangrijk. De onderneming is essentieel. En je ziet ook de ondernemingen die goed gaan, ja dan speelt de onderneming echt een hele belangrijke rol. En dat kan dan vastgoed zijn, maar dat kan ook heel iets anders uh, zijn. Ja. Nou ja, kijk, het leuke van, uh, van deze podcast-serie en in zijn algemeenheid bij Societeit Vastgoed hè, is dat uh, we graag kennis delen, uh, ja. maar ook wel inspiratie. Um, en met name de lessons learned zijn nog wel eens het meest belangrijk. En dan het is het eigenlijk ook gewoon een open vraag naar beide. Ja, er, er, er luisteren misschien heel veel young professionals of bedrijven, inderdaad, of CEO's die net op dat punt zitten om die volgende stap te maken. Kun jij, Wim, is één. Voorbeeld geven van een lesson learn, waarbij je denkt: van ja, dat zijn gewoon basisbeginselen die moeten, wil ik mensen meegeven. Waar zit nou eigenlijk de crux bij het ondernemen? Ja, het belangrijkste is de passie, maar die is meestal wel aanwezig. En als ik dan, dan val ik toch weer terug op de Feu methode, niet zozeer omdat we die als leidraad hadden, maar dat was meer een samenvatting van hoe wij het al voor ons zagen. En die zegt: echt, de uh, juiste mensen op de juiste tijd, op de juiste plaats. Een goede strategie, want je ziet heel vaak dat de strategie ontbreekt binnen bedrijven. Mensen gaan gewoon aan de slag. En dat is ook niet goed of fout, maar dat gebeurt gewoon. Dan zeg je, waarom heb je die beslissing toen en toen genomen? Ja, dat weten ze eigenlijk niet meer. Maar als je wilt opschalen, zul je toch een goede strategie moeten formuleren. De, de snelste slag maken we met structuur en discipline. Als we binnenkomen in een bedrijf. Een goed meetingritme, de afspraken nakomen, opvolgen, elkaar aanspreken, op. En wat je toch wel heel erg ziet, is uh, goede cashflow. Dus die vier aspecten die zijn voor ons heel belangrijk om uh, ondernemingen op te kunnen laten schalen. Ik ben eens even benieuwd, Bas, als jij naar die lessons learned en uh, luistert, uh, herken jij dat vanuit jouw eigen ondernemershard? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Kijk, en uiteindelijk maakt het niet uit in welke tak van sport je actief bent. Maar het gaat natuurlijk in de basis om gewoon bepaalde basisafspraken. Mm. Om die duidelijk te hebben om stappen vooruit te kunnen zetten. En uh, ik zeg altijd, hè, ik zie het ondernemerschap altijd als een groot schaakspel. Ja, je moet altijd goed weten hoe je het schaakspel moet spelen, maar dus ook met welke mensen je moet spelen om uh, uiteindelijk te komen waar je wil komen. En is dat ook iets waar uh, de vastgoedsector ook nog bepaalde lessen in kan leren, in de zin van daar waar we soms wat traditioneel georganiseerd zijn? Of ik hoorde jou ook al aangeven dat je juist ook die lokale verbinding wil maken met ondernemers. Wat voor, wat voor visie heb jij daarop? Nou, echt, ja, dat is een goede. Kijk, wij kennen natuurlijk heel veel vastgoedondernemers. Eh, en er zit heel veel verschil tussen. Eh, ik denk wel dat. Eh, kijk, wij zijn. Wij moeten ons vak professioneel uit, zeg maar even. Hè, wij, en, eh, er zijn natuurlijk heel veel partijen die vastgoed doen, maar erbij doen. Eh, en daar zie je wel veel verschillen. En je ziet wel dat. Eh, ja, er zit gewoon veel, veel verschil tussen vastgoedpartijen. Hè. Eh, kijk, wij hebben met Citysag Lebaard heel duidelijk gefocust op een bepaalde. Discipline, het, 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 het herbestemmen. Ja, je ziet op dit moment heel veel vastgoedpartijen die alles doen. Ja, in mijn optiek moet je gewoon focus hebben. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Even, ja, zonder focus kun je heel druk zijn. Maar ben je heel druk met heel veel, maar gebeurt er niks. Dus wij hebben heel duidelijk focus op gewoon uh, de dingen waar wij uh, ja, mee bezig zijn. Uh, om om, om, om toch tot iets moois te komen. Heel goed. Ja. ja. Nou ja, toch nog even terug naar jou uh, Wim. Met name ja. de... Uh, uh, als je kijkt naar de verschillende sectoren waar jij in actief bent uh, en ook hetgeen wat jij voorbij hebt zien komen. Uh, zijn er nou in het oog springende uh, voorbeelden waarvan je zegt, nou daar ben ik nou echt trots op. En niet per se om bedrijven te noemen, maar wel de transitie die jij hebt ingezet bij zo'n onderneming, waarbij je ook letterlijk hebt ervaren of laten zien wat eigenlijk de toegevoegde waarde is van jullie als bedrijf voor die ene onderneming. Ja, dat is wel leuk. Vorig jaar uh, kwam er een bedrijf uh, uit ons netwerk uh, in het fonds. En eigenlijk moesten we diegene overtuigen van onze toegevoegde waarde. Nou, volgens waren ze om, en moet ik zeggen, toen zijn ze ook echt wel open gestaan van onze hulp. Hij is toen een financiële man aan de slag gegaan. En uh, die heeft met hele kleine uh, dingen waar hij aan gedraaid heeft, uh, heeft hij de cashflow uh, echt heel erg verbeterd. We noemen dat de kracht van één. Hè. Het is altijd: je moet je cashflow verbeteren. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, heel simpel door. Uh, Decuteur, crediteuren met één dag te verbeteren, de voorraad met één procent, etc. Dat scheelt heel veel onderaan de cashflow. Er is één man binnen gaan zitten, twee dagen in de week, om de strategie te bepalen. En onze IT-man, die heeft alles ja, geoptimaliseerd, de processen. Ja, je ziet nu wel dat we 50 meer omzet genereren dan een jaar geleden. En die ondernemer is ook helemaal om en die is weer enthousiast geworden We hebben logistiek uitbesteed waardoor de ondernemers zich weer echt kunnen focussen op waar ze heel goed in zijn, dat is creativiteit in hun branche. Dus ja, dat is wel echt een voorbeeld zoals wij het eigenlijk willen zien. Uh, dit is een positief voorbeeld, want het loopt niet altijd zo. Ja, kan je ook een voorbeeld geven waar je zegt, ja, daar, daar zagen we aan de voorkant bij onze intake van nou, daar zit echt een enorme potentie. Uh, er was inzicht bij, bij toegevoegde maar ja. waarbij het er dan toch uiteindelijk niet uitkomt. En waarbij ja. je ook wat zelfkritisch kunt zijn op jullie eigen rol daarbij. Ja, ja wij zijn nogal, Rick en ik, doen uh, met name de acquisitie uh, van nieuwe deelnemingen. En je merkt, omdat je zelf ook ondernemer dat je best wel opportunistisch bent. Uh, gelukkig hebben we ook een financiële man die af en toe aan het uh, trekt. Uh, en je ziet wel dat de, uh, elk informatie memorandum, wat je ook krijgt van uh, M&A-partijen, &E er zit een hockeystick in. Uh, nou ja, die, die, kun je die paragraaf kun je er wel uithalen. Want uh, eigenlijk wordt de omzet uh, nooit gerealiseerd zoals je op de IM staat. En daar zijn we nu al een paar keer tegen aangelopen. Dus het is niet zo dat het bedrijf uh, uh, niet functioneert. Maar het duurt gewoon veel langer dan wij hadden uh, voorzien. Daar, daar, daar zijn wel bij twee, drie ondernemingen tegen aangelopen. Ja, dan, dan komt ook de cashflow uh, om de hoek. Onze investeerders willen rendement hebben. Uh, dus dan heb je wel wat te managen uh, linksom en rechtsom. Uh, dat wordt vaak wel gecompenseerd door de bedrijven die beter gaan dan je vooraf had begroot. Uh, maar daar, dat is ook wel de reden waarom we eigenlijk geen start-ups doen. Het dus ja. is wel de, ja, te volatiel. Ja. Lastig. En vanuit jullie investentak, uh, zijn er nou ook nog dromen in de zin van dat je ambitie hebt om in bepaalde sectoren meer te doen? Of, of zijn er bepaalde schaalgrootjes uh, waarvan je zegt, nou, dat is toch nog echt wel de. de de, de richting die wij in willen voor de toekomst? Ja, onze B-Hack is uh, 100 ondernemingen uh, binnen 10 jaar om die te ondersteunen. Uh, en wat we nog meer willen: een uh, community uh, creëren met ondernemers. We hebben nu 70 investeerders, allemaal ondernemers. Dat worden er hopelijk binnen een jaar 170. Ja, en dan zie je wel die olievlek. Uh, we willen echt wat betekenen voor MKB uh, Nederland. En dat hoeft niet sectoraal te zijn, maar wel gewoon als ondernemer uh, intervisie uh, En ja, dat daar op een natuurlijke wijze misschien een paar sectoren uit zullen springen, dat kan gebeuren. Dus je ziet wel e-commerce, daar zit iets zwaarder punt uh, binnen ons portefeuille. Maar ziet een, uh, een, ja, dat was geen doel. Geen doel op zich. Ja. ja, en zoals jullie zo naast elkaar zitten, hè, want daar ben ik toch ook nog wel benieuwd hè, en dan hebben ze het vaak over diversificatie, maar. Is het ook zo dat één en één drie is bij jullie? Namelijk, wat kunnen jullie eigenlijk van elkaar leren? En daar, waar, waar zijn jullie ook elkaars coach? Of, of ben ik dan... Uh, kijk ik toch eigenlijk nog naar een gesepareerde onderneming? Ik ben daar toch even benieuwd naar. Nou, we zitten nu wel heel dicht bij elkaar. dus uh, We zitten nog niet helemaal in de comfortzone. Nee, nee. nee uh, we, uh, we hebben natuurlijk veel contact met elkaar. En uiteindelijk wat natuurlijk is, is dat... Uh, ik denk juist omdat wij... Heel veel met ondernemers praten, dat er juist ook heel veel overlap is. En we de, juist daar ook heel veel kunnen sparen met elkaar. En uiteindelijk ook omdat we toch wel, kijk, uh, de ondernemerswereld is een grote wereld, maar ook wel weer een kleine wereld. Dus dat we elkaar op allerlei manieren weer tegenkomen. Hè. Ik kijk vaak naar een vaste waar toch wel weer bedrijven aan gekoppeld is of andersom. Uh, dus je ziet ook dat er, uh, naast dat we natuurlijk uh, dezelfde naam in hetzelfde pand zitten, dat er uh, heel veel overlap is. Nou. Ja, en ik, ik wil ook, je zei aan het begin, het is een strategische keuze geweest door vastgoed en invest. Dat is geen, misschien geen strategische keuze voor de investeerder wel. Want de investeerder moet zijn assets allokeren. En dan past natuurlijk heel goed een stukje vastgoed uh, in, maar ook heel goed een stukje private equity. Dus als wij samen in het netwerk lopen, ja, kan Bas spreken met aandeelhouders voor uh, mooie vastgoedproposities. Uh, ik met investeerders voor het fonds, maar dat is ook vice verder. Dus dat versterk ik elkaar wel. Zoals. ja zeker waarbij het dat natuurlijk in het oog springend is dat jullie wel degelijk vanuit je private equity ook echt wel een andere houding hebben qua minderheidsbelang in hoe je coachend aan boord zit en ook nog naar een exit uh, strategie kijkt uh, waarbij natuurlijk heel veel partijen juist de andere kant uh, ziet kiezen om veel meer vanuit ik noem het even toch even de machtspositie te acteren Ach. en um, en is dat inderdaad ook iets waar je eigenlijk jullie investors wel voor moet overtuigen of inzicht moet geven waarom dat nou eigenlijk een goede strategie is? Want ik kan me voorstellen dat dat toch wordt gezien als een atypische strategie. Of is dat onterecht? Ja, dat wordt wel zo gezien. Maar daardoor trekken we ook veel investeerders aan. Uh, uh, die zijn het traditionele private equity verhaal uh, soms wel een beetje zat, uh, op basis van hun eigen ervaringen. Uh, en soms moet het wel uh, uitleggen. En er zijn ook wel wat uh, investeerders die wat uh, kritischer uh, zijn. Omdat ja, die hebben de ervaring gehad met een minderheidsbelang. Dat het toch niet goed ging. En dat ze te weinig invloed hadden om het schip te kunnen keren. Dus ja, dat, zeker. Dan leggen we het goed uit. Uh, we zorgen er wel voor. Uh, in aandeel houden ze ook we de belangen goed uh, uh, ja, afspreken aan de voorkant. Um, dat is denk ik wel essentieel als je minderheidsaandeel hebt. Maar eigenlijk lopen we er nog niet tegenaan, hoor. Maar dat is natuurlijk wel een risico wat je loopt ten opzichte van 51% of meer. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat, dus inderdaad, de onderneming waar, waarin je acteert, dat juist die ondernemer zelf dat wel erg waardeert. Hè? In de zin van dat hij of zij zelf op de bestuurderstoel uh, blijft zitten, uh, in de lead is en daar eerder een, een goede counterpart heeft dan dat het ja. dat wordt overgenomen. Ja, dat is heel leuk. En je ziet nu ook, we hebben nu de eerste twee familiebedrijven waar we mee bezig zijn. Dat uh, vader uh, wil stoppen. Uh, kinderen vindt hij eigenlijk nog niet uh, goed genoeg om het bedrijf over te nemen. Die coach in de rol vindt hij moeilijk, omdat ja, karakters vaak botsen. En dan pakken wij met 30, 35% een belang en kunnen gelijk die rol overnemen. Uh, dus vader kan het bedrijf rustig overlaten aan de kinderen met ons uh, naast de kinderen. En dat is ook wel een mooie rol die we kunnen vertolken. Mooi. Oh. Ja, ik, ik, ik ga ook wel een beetje richting uh, afronding. Waarbij uh, het altijd wel interessant is om ook nog eens even aan de doorgewinterde professional is wat inspiratie te vragen voor de young professionals. Hè. Er zijn heel veel uh, nou, toch young professionals die op deze podcast serie luisteren. En dan met jou eens beginnend uh, Bas. Ja, uh, jij loopt al heel wat jaartjes mee, maar uh, je bent nog niet uh, grijs en versleten. Wat, wat, wat voor uh, visie heb jij op die vastgoedketen en ook de rol die de young professional kan spelen? En wat is in jouw optiek een, een wijze les die jij mee wil geven aan die nieuwe generatie die momenteel in de sector stapt? Ja, dat, uh, de, 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 daar kan ik volgens mij wel een uur antwoord op geven. Um, kijk, you, de, 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 um, maar dat, dat geldt heel breed. Kijk, de, 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 de vastgoedmarkt is natuurlijk een markt die altijd in beweging is. Nu zeker. Hè? En uiteindelijk zijn er altijd redenen om iets niet te doen. Want uiteindelijk kun je iedere casus of ieder project kun je een stuk rekenen. Zeg maar. En uiteindelijk gaat het om creativiteit, durf, visie om uh, van niets iets te maken, zeg ik altijd. Uh, dus ik zeg altijd: jongens, gewoon doen. Maar wel gewoon zorg dat je huiswerk voor elkaar hebt. Hè? Dus zorg wel dat je, dat, dat je niet te opportunistisch bent. Um, en zorg dat je goede partijen schakelt. En ik denk dat dat voor ons key is, uh, waardoor wij, ondanks dat de markt nu in minuur is, nog steeds in staat zijn om goede projecten te scoren, goede dingen te laten zien en winstgevend weer, weer te blijken, is dat we gewoon ons huiswerk goed doen. En, um, maar wees realistisch, dus gewoon doen. En uiteindelijk, uh, ja, dan komt het wel goed. En als je dan ook even toch nog wat kritisch bent op bijvoorbeeld de vastgoedketen, waar, waar, waar zit nou één fundamentele verandering waarvan je zegt, daar kan de vastgoedsector echt nog een slag mee maken. In positieve zin qua samenwerking. Of hoe we financieel kijken naar dingen. Of hoe we samenwerken. Juist die keten, integratie. Heb je daar wat voor visie heb je daarop? Nou ja, kijk, het ons is natuurlijk stap één. Omdat we een project zien, willen we natuurlijk gaan kijken naar de haalbaarheid. Hè. Vaak om haalbaarheid te toetsen, vaak ook met politiek te maken, lokaal of landelijk. Eh, we hebben op dit moment duidelijke focus gemaakt door wat meer in het, in het oosten van het land actief te zijn, omdat daar de lijnen met ons en de gemeentes korter zijn. Eh, omdat dat gewoon een hele belangrijke blijft, eh, in je proces, ook qua timing, van ja, hoe gaat zo'n proces er nu uitzien. En, Natuurlijk, we weten allemaal wat bouwen kost. Hè? En dus we weten allemaal hè, waar, we, waar we naartoe willen. Uh, maar juist om die tijdslijnen goed uh, in te kunnen schatten. Uh, is je lijnen politiek heel belangrijk. En daar investeren wij best veel in om die lijnen goed te houden. Om daarmee je risico. Want uiteindelijk, uh, ieder jaar langer, uh, kan er heel veel geld kosten. Om dat goed te timen. Dus daar investeren wij veel. Ja, mooi. Ja, en eigenlijk is voor jou dezelfde vraag, Wim. Als het gaat om uh, die young professional die net in zo'n sector komt. Hè? Jij, jij ziet dus heel veel. Uh, Activiteit in diverse segmenten. Wat voor wijze les wil jij meegeven aan die nieuwe generatie? Ja, ik vind het allerbelangrijkste dat ze een droom moeten volgen. En Dat is een beetje een containerbegrip. Maar ik heb veel te veel in het verleden gezien dat ze door uh, arbeidsvoorwaarden of andere redenen bij een bedrijf bleven hangen. Uh, de wereld is zo groot, er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. Uh, dat zie ik ook bij de ondernemingen waar wij in stappen. En je ziet heel vaak dat iemand. Als je naar een andere sector gaat of naar een ander bedrijf stapt, dat er heel veel energie vrijkomt. Uh, dus ik zou vooral zeggen, uh, onderzoek, uh, probeer te ondernemen. Hè. Dat kan zijn in je eigen onderneming, maar dat kan ook zijn ondernemen binnen het bedrijf waar je werkt. Daar uh, word je toch echt een stuk gelukkiger van dan alles uh, uitvoeren wat uh, wordt bepaald. Uh, maar het belangrijkste, ja, laat je niet remmen door voorwaarden, wat dan ook, maar volg gewoon uh, je pad en, en, en stel doelen. Want ik geloof ook wel, en dat zie ik ook wel bij de bedrijven, succes is een keuze, zeg ik altijd, maar dat zie ik ook wel echt om me heen. Uh, geluk niet, maar succes wel. Uh. In, in hoeverre is deze wijze les eigenlijk ook van toepassing voor zelfs wat mensen met een enig uh, track record, die wellicht op een positie zitten en waarbij je zegt, nou, wees toch eens kritisch op waar je zit, welke impact je maakt en hoe je erin staat? Ja, ik ben zelf een voorbeeld. Ik had uh, meer dan een goede baan bij de ING, tot een paar jaar geleden, uh, En ik vond dat ik te weinig ondernemerschap kon uh, tonen. Ja, toen ben ik wel uh, gaan nadenken heel snel de beslissing genomen, na wat gesprekken met Bas en Rick, om uh, uh, daar toch weg te gaan. Dus ja, ik denk dat dat het voorbeeld is uh, hoe mensen er met de mensen blijven zitten. Dat is wel jammer. Ja, maar het is een keuze hoor ik. Het is een keuze, net als succes. Ja. Ja. Kijk, mooi. Ja Bas, ik, uh, ik zou hiermee willen afsluiten. Ik denk dat, uh, dat zowel vanuit vastgoed als vanuit uh, de, de private equity kant... we een, een, ja, toch een inspirerend kijkje in de keuken hebben gekregen. Uh, dat ik denk dat dit voor zowel de vastgoedprofessional... als de doorgewinterde onderneming, ondernemer uh, interessant is om te horen... met ook nog wat wijze lessen voor de young professional... Dus ik, uh, ik zou jullie willen bedanken voor deze inspirerende podcast.